Deze landschapsfoto ga ik veel interessanter maken. En dat ga ik doen door het Oorten-effect toe te passen. En het Orton-effect komt van fotograaf Michael Orton. En dat is een landschapsfotograaf die een hele zachte, dromerige sfeer in zijn foto's heeft. En dat doet hij op twee manieren. Dat doet hij door een foto te verzachten en door de highlights een beetje te boosten. En de highlights, dat zijn de lichte partijen die je bijvoorbeeld hier achter tussen de bomen hebt of hieronder wat in de voorgrond. Allereerst ga ik de foto eigenlijk een beetje meer verzadigd maken. En dat doe ik heel simpel met een aanpassingslaag op kleurtoon en verzadiging. Ik vind dit wel aardig. Waarom doe ik dat in een aanpassingslaag? Nou, omdat ik in een later stadium dan altijd nog terug kan. Die filters die ik toepas, die blijven eigenlijk gewoon een beetje gekoppeld aan de onderliggende laag. En dat betekent dat ze eigenlijk nog niet echt toegepast worden. En dat ik dus in een later stadium altijd nog veranderingen kan maken. Nu ga ik de foto verzachten. En dat doe ik vrij eenvoudig. Ik ga mijn achtergrondlaag omzetten naar een slim object. En dat doe ik door er rechts op te klikken en dan te kiezen voor omzetten in slim object waarom doe ik dat omdat het volgende filter wat ik ga gebruiken dat is wel destructief dat gaat wel invloed hebben op mijn foto en dat zou ik later niet meer aan kunnen passen door een laag nu om te zetten naar een slim object wordt het er eigenlijk ook aangekoppeld en kan ik later ook altijd nog terug en ik ga bij filter naar gaussiaans vervagen en vervolgens moet je een straal kiezen. Het ligt ook een beetje aan de grootte van je foto. Heb je een, een, een hoge resolutiefoto, dan moet je een wat grotere straal kiezen dan dat je een lage resolutiefoto hebt. En wat je kiest, nou dat is eigenlijk een klein beetje jouw eigen smaak. Kies je een hele grote uh, straal, ja, dan hou je weinig over. En kies je een hele kleine straal, dan heb je eigenlijk weinig effect. En ik vind in dit geval zo ergens. Rond de 5.6 wel mooi. En nogmaals, dit geldt voor deze foto. Dit blijft gewoon even een beetje gissen wat je zelf mooi vindt. Maar ik wil wel uh, dat droomriggen. Maar ik wil daarnaast ook nog wel gewoon uh, een klein beetje de bomen kunnen onderscheiden. En ik klik op oké. OK. Omdat deze laag dus als slim object stond, zie je dat mijn filter gaussiaans vervagen eronder komt. In plaats van dat het wordt toegepast op de laag. Zou ik nu dubbel klikken op gaussiaans vervagen, dan kan ik het bijvoorbeeld nog een keer aanpassen. Druk ik nu op oké. OK. Dan hou ik dit over. Zoals ik je net al vertelde, dit was dus te veel. En op 5.6 zat ik wel aardig. Nu is dit eigenlijk nog net te veel van het goede. En ik ga dus op het masker uh, wat dingen uitzetten. Als je het masker selecteert, dan komt er een soort box omheen. En als ik nu een kwast pak, van een bepaalde grootte, met zwart als voorgrondkleur. En ik ga gewoon schilderen op dat masker. Dan zie je dat ik. Die onscherpte ook weer een klein beetje kwijt ben. Ik vind eigenlijk belangrijk dat het voetpad en de stenen links en rechts, dat die toch wel enigszins scherp te blijven houden. Nu ga ik ook nog een boost in mijn highlights geven. En dat doe ik eigenlijk gewoon door even de bovenste laag te selecteren en een nieuw aanpassingsfilter te maken. En ik selecteer eerst de bovenste laag, omdat mijn nieuwe aanpassingslaag van niveaus dan helemaal bovenaan komt te staan. En ik ga gewoon heel simpel het rechter pijltje helemaal naar links trekken. En het linker pijltje een stuk naar rechts. Dit ziet er niet meer uit. Maar dit is wel iets waarmee ik ga werken. Wat heb ik in dit geval gedaan? Ik heb het contrast tot echt in het extreme getrokken. Alles wat licht was, dat is nu gewoon uh, wit. En alles wat redelijk donker was, dat is nu gewoon echt zwart. En hiermee ga ik aan de slag. Want ik wil een selectie gaan maken. Ik ga naar mijn kanalen. En daar zie je aan de rechterkant, zie je daar rood, groen en blauw. En RGB. Nou, ik klik gewoon. Met de Ctrl ingedrukt op RGB en ik heb een selectie. En wat maakt deze selectie? Deze selectie maakt eigenlijk een selectie van mijn highlights. Ga ik nu terug naar lagen en gooi ik deze gewoon even weg. En ik maak een nieuwe aanpassingslaag op niveaus aan. Dan zie je dat mijn masker al automatisch gevuld is met een selectie. Hou ik die Alt ingedrukt en ik klik op het laagmasker, dan krijg ik die selectie te zien. En je ziet dat dit eigenlijk alleen de highlights zijn. Want in een laag masker, wat zwart is, daar gebeurt niks in. En wat wit is, daar gaan we de dingen in veranderen. Dus ik klik weer even op het icoontje. En ik sleep gewoon de highlights iets naar links. Vind je dit nou te erg? Dan kun je ook gewoon de dekking wat lager zetten. En dan ben je al een heel eind. Ik vind het Gaussiaans vervagen vind ik toch nog gewoon te hoog. En ik verlaag dat gewoon naar 2,0. En dat is dus het mooie van een slim object. Ik kan altijd nog terug. En ik vind dat ook de verzadiging eigenlijk nog wel gewoon een klein beetje geboost kan worden. Wil ik in dit geval dus het Gaussiaans vervagen nog wat minder toepassen? Dan kan ik wederom in mijn masker gaan schilderen. Maar ik vind bijvoorbeeld dat de bomen in dit geval te scherp zijn. Dus ik maak dat even ongedaan met Ctrl Z. En ik ga de dekking van mijn kwast verlagen naar bijvoorbeeld. 38% en ik ga dat dan overheen verven. En je ziet de bomen worden wel ietsje scherper, maar ze worden nog niet zo scherp als het origineel. Het blijft toch een klein beetje dat dromerig houden en ik ga er nog gewoon een keer overheen en ik maak het zo net allemaal een beetje minder. En zo eenvoudig is het om gewoon van een bosfoto zoals deze een foto te maken die een stuk interessanter wordt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.